Ja, ik ben gewoon groot voorstander van dat kinderen, in welke vorm dan ook, of je nou ziek bent of gezond, dat ze gewoon lekker kunnen sporten en bewegen. En ik, ja, dit is feest, het is interactief. Je krijgt respons als je met je bal schiet. Ja, ik word daar wel heel blij van. Het is een fijne omgeving, het is buiten. Nou, Jalp is een van de bedrijven die een fantastisch speeltoestel had. We waren op zoek naar iets wat zoveel mogelijk van onze kinderen aan zou staan om te gaan bewegen. En het voordeel, we hebben erg lang gezocht naar mogelijkheden. En wat Jalp te bieden heeft, is een speeltoestel wat ongelooflijk aantrekkelijk is, visueel aantrekkelijk en qua spelmogelijkheden aantrekkelijk, maar ook voor een zo groot mogelijke doelgroep. Of je nou in een rolstoel zit, of je klein bent, groot bent, gehandicapt bent, wel kunt bewegen, niet kunt bewegen, het nodigt uit om hier naar binnen te gaan en om iets te gaan doen. Dat vonden we heel belangrijk en dat wilden we heel graag bereiken hier zo. Ja, die kooi is heel belangrijk. Ewout Tuit heeft het net al aangegeven. Kijk, het mooie is dat kinderen dan toch een beetje uit zo'n medische setting van het ziekenhuis kunnen komen. En toch op hun eigen manier hier een beetje grenzen leren en weer opnieuw leren kennen. En dat kan in deze kooi natuurlijk fantastisch. Wat heel erg gezien is dat kinderen zeg maar, die hier liggen met broertjes en zusjes of vriendjes hier ook in die kooien aan de slag gaan. En ook een kind met een rolstoel kan die natuurlijk met gooien, werpen of die kan een rol spelen in die kooi. Dus dat maakt het ook zo leuk dat je de beperkte kinderen en niet beperkte kinderen heel mooi samenkomen in deze kooi. Het is natuurlijk ontzettend waardeloos als je in het ziekenhuis moet zitten, maar probeer dan de dingen eromheen zo leuk als mogelijk te maken. Ik denk dat dit hier wel zeker aan bijdraagt. We zijn nog steeds ongelooflijk blij. Ja, we vinden het een fantastische speelmogelijkheid. En niet alleen wij. Alle mensen die hier in het ziekenhuis komen, die vragen waar is dat sportdakterras? Want het is en blijft aantrekkelijk. Het blijft het altijd doen. Dus we hebben nooit gedoe met apparatuur die opeens uitvalt. Kinderen worden ongelooflijk gemotiveerd om vooral een balletje te trappen of er tegenaan te slaan of hard te gaan lopen of iets van die aard. Ja, het voldoet echt wat ons betreft helemaal aan de eisen. Nou, ik weet zeker dat het toegevoegde waarde is. En kijk, uiteindelijk zullen de kinderen moeten zeggen of ze het wat vinden. En het is natuurlijk ook wel gewoon of de artsen en de fysiotherapeuten merken wat het effect is. Maar ik durf daar wel mijn handen voor in het vuur te steken dat het een bijdrage geeft aan de kinderen. En, ook op dit soort, we mogen het wel zeggen, warmere dagen komen kinderen toch spelen omdat ze het leuk vinden. En nou ja, als het plezier geeft, is dat het mooiste wat er is. Hi weer. Kijk, hartstikke idee. We gaan natuurlijk heel nauw samen met de fysiotherapeut. Ik ben zelf ook van huis uit sportfysiotherapeut. Dat we zien dat heel erg in een klinische setting is. En we willen eigenlijk ook kijken van hoe functioneel gaat een kind nou om met zijn of haar klachten. En het leuke van zo'n kooi waar we kunnen kijken en waar we ook kinderen kunnen volgen met een systeem. Kun je heel mooi zien hoe actief zijn kinderen nou, hoe vaak komen ze hier nou en wat doen ze nou in zo'n kooi. Hè, zonder toezicht of onder toezicht van een fysiotherapeut. Dus ik denk dat het heel erg mooi is dat een kind zeg maar uitgenodigd wordt, uitgelokt wordt om eigen grenzen te leren kennen en herkennen. En ja, dat biedt zo'n veilige kooi als deze, biedt daar eigenlijk heel mooie mogelijkheden toe. Het is voor de interactie leuk, het is voor je beweging goed, voor je coördinatie, maar ook gewoon even in een andere wereld. Dat geldt natuurlijk in het ziekenhuis, maar ook zeker op de openbare weg, zou ik maar zeggen. Dus ja, investeren vooraf in leuke dingen, in het bewegen. Het heeft een vorm van preventie. Ja, dat mag van mij echt geld kosten, want dat bespaar je op de lange termijn wel. Bovendien, en dat is nog eens een keer een andere insteek, sommige dingen mogen ook geld kosten omdat ze leuk zijn. Ik zie heel veel blije kindergezichten. Ja, we spelen hier elke dag vanuit de speelkamer met een aantal kinderen op allerlei manieren hier in het ziekenhuis. En ja, dit is wel een van de grootste attracties die we op dit moment hebben. Woehoe!